Welkom bij Politiek Midden-Groningen. We zitten aan tafel te praten met drie mensen die niet allemaal fractielid zijn, want er is één fractieassistent bij, maar dat heet iets anders hier in de gemeente. Daar gaan we het straks over hebben. En het zijn alle drie vrouwen. Om te beginnen Anneke Perdon van de PvdA, Esmeralda Smit van D66 en Mariette Bosman van de Boer- en Burgerpartijen. Mariette, jij bent dus geen fractielid, maar jij bent fractieassistent. Hoe heet het hier in deze gemeente? Vervangend commissielid. Vervangend commissielid. Ja, iedere fractie mag twee vervangende commissieleden hebben. Ja. En dat betekent dat die kunnen de raadsleden in de commissies vervangen. Oké. Okay. Letterlijk. Dus als het een raadsvergadering is, dan moeten de raadsleden er zijn. Ja, want die moeten stemmen. Hè? Dus ja. Als commissielid heb je geen stemrecht. Maar je kunt dus wel in de commissies meedebatteren en denken. Ja. En als dat nodig is, maar dat is in jouw geval niet zo van toepassing, kun je dus wat politieke ervaring opdoen. Maar die had je al. Ja, want jij hebt tot voor kort heb je ook in de gemeenteraad gezeten voor een andere partij. Ja, dat klopt. Oké. En nu dus voor de fris het nieuwe Boer- en Burgerpartij. Ja. En hoe bevalt dat? Goed, dan, precies zoals je zegt, heel verfrissend. Zeker als je al lang in de politiek meeloopt, dan loert het gevaar natuurlijk wel dat je altijd in hetzelfde stramien blijft. En dan is zo'n nieuwe club heel uitdagend. Ja. Ja. Nou, ik denk sowieso, er zijn heel veel nieuwe raadsleden ook bijgekomen in deze periode. Ja, ook. Dus, ja. En een beetje jonghonderig is altijd wel prettig natuurlijk. Dat is ook voor ons als journalisten is het leuk. Dat niet iedereen alles altijd 14, 24 keer gezegd heeft. Anneke, jij bent raadslid voor de PvdA. Kun je iets over jezelf vertellen? Anneke Perdon dus. Woon in Kolham. Ben ook al eerder politiek actief geweest in Hoogezand-Sappemeer. Oké. Okay. En nu dus nieuw in Dus de vorige periode in Midden-Groningen heb je overgeslagen, zeg maar. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. Ja. En wat doe je? Ik werk bij de RIG, de regionale... Ja, hier gaan we dus even knippen. Ja. De RIG, dat is een geestelijke gezondheidszorginstelling volgens mij. Nee, is de organisatie die de gemeenschappelijke regeling voor alle Groninger gemeenten die de jeugdzorg inkopen. Dus okay. We kopen de jeugdzorg in en we zorgen ook dat daar de monitoring en het administratieve proces wat daaruit volgt. Dus een van de problemen die regelmatig op het bordje van de gemeenteraad komt, daar weet jij heel veel van. Alleen je mag er niet over meepraten. Nee, klopt. Oké. Ja, dus ik heb jeugdzorg niet in mijn portefeuille. Okay. En ook met mijn werkgever natuurlijk afgesproken om dan niet het woord te voeren. Ja. Is dat frustrerend dat jij het beter weet en toch niks mag zeggen? Of? Ik denk misschien ook wel goed. Gewoon omdat je juist ook dingen weet of gewoon heel veel weet van het proces erachter. Mm-hmm. Ik denk het gewoon wel goed om dan gewoon je mond te houden. Een beetje iemand die wethouder geweest is en dan raadslid wordt. Dat is ook hetzelfde enigszins. Die weet te veel om als raadslid gewoon... Die kan niet alles zeggen wat hij weet. Ja, en ik denk ook gewoon juist omdat je zoveel weet... dat je dan misschien meer te veel de neiging krijgt om in de nuances te gaan. Van, wacht even, maar hier zit dat achter dus. Ja. In plaats van dat je op die hoofdlijnen bestuurt. Zoals je eigenlijk gewoon hoort te doen in de gemeenteraad. Ja, de kaderstelsel zoals het netjes heet. Ja. Esmeralda, je zit voor D66 in de raad. Ja. Wat is jouw voorgeschiedenis? Nou, qua politiek heb ik alleen nog maar op de achtergrond gezeten. Uh-huh. Ik was ook druk met een opleiding. Dus ik had niet direct de ambitie om de raad in te gaan. Maar dat is dus door voorkeurstemmen wel gelukt, zeg maar. Okay. Dus voor mij is het nog heel veel leren ook. Maar goed. Dat vind ik er ook wel heel erg leuk aan. En dat maak je ook, denk ik, wat je noemt, hè, die frisse... Ja. Met frisse moed stap je erin en heb je nog heel veel idealen. En jij bent ondernemer, als ik het zo even mag omschrijven. Je bedoelt ik mijn bedrijfje thuis? Ja. Precies. Ik heb thuis een winkel. We hadden in de paarden, dat is nu wat minder. Maar, en ik doe de PABO, dus de opleiding om voor de klas te komen te staan. Oké, dat schijnt veel vragen te zijn. Ja, ze moeten even wachten nu, want ik heb altijd een beetje... Ik moet nu mijn tijd een beetje verdelen. Ja, raadslidmaatschap kost veel tijd. Dus, ja. Maar goed, gelukkig doe ik dat ook veel met kinderen. Dat scheelt al. Oké, en we hebben het nog niet... Wat doe jij eigenlijk, Mariette? Daar hebben we het nog niet over gehad. Op het moment niks. Nee. Maar wat is je achtergrond? Ik ben vroeger podotherapeut geweest op het Martini ziekenhuis. Oké.
Maar ik ben arbeidsongeschikt geworden doordat ik rheumatoïde artritis heb. Dus, ja. En sindsdien alleen maar vrijwilligerswerk. Ja. Op heel veel, heel breed. Nou ja. En politiek. Ook dat is heel belangrijk. Ja. Want zonder vrijwilligerswerk staat een heleboel dingen niet stil. En een paar hele mooie dochters opgevoed. Dat is ook een hele mooie klus. En ook dat is zeer de moeite waard natuurlijk. Ja. We zitten met opzet vandaag met de drie vrouwen rond de tafel. Want er zijn eigenlijk best wel veel vrouwen in de politiek in Midden-Groningen. Dat is... Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik denk dat het steeds duidelijker wordt dat vrouwen wel degelijk wat te vertellen hebben en iets bij te dragen hebben. En een positieve impact, het luisteren, de balans. Hè? Het is een heel andere balans nu, denk ik. Ja, het wordt minder de kleedkamer van het voetbal. Ja, precies. Dank u. Ik denk dat je ook wel duidelijk in de voorkeursstemmen ziet. Dat, ik denk dat ook vrouwen veel meer logischerwijs gewoon ook op een vrouw stemmen. Heel veel mensen stemmen op de eerste vrouw op de lijst. Ja, dat klopt. Sowieso. En er is ook een campagne natuurlijk voor gevoerd. Hè, voor meer vrouwen in de politiek. En je merkt toch dat dat aanspreekt. Want het is de kiezer die dat gedaan heeft. Dat is alleen maar mooi. Want inderdaad, de raad moet natuurlijk een afspiegeling van de bevolking zijn. Ja. En ongeveer 50% van de bevolking is vrouw, dus wat dat betreft gaat het de goede kant op. Nou hebben we het net over het raadswerkprogramma gehad, dus de raad die krijgt een belangrijke rol dan in de vorige periode in elk geval. Wat vinden jullie daarvan? Ja, prachtig. Ja. Oké. Ja, ik denk dat is natuurlijk ook een beetje iets van D66, maar ik denk dat het heel mooi is om het op deze manier in te koppen, transparanter. Meer participatie. Ja, ik weet, het zijn allemaal hele mooie... jargon. Het is heel geëikt, het klinkt heel geëikt, dat snap ik. Maar ja, ik sta er wel zo in dat ik denk dat je daar ook echt wat mee kunt. Dat je daar echt wel wat van kunt maken, als je daar met z'n allen tenminste goed voor gaat. Ja, en je zult er ook wat mee moeten. Want je kunt vooraf veel meer samen al uitzetten. Als je dan over de kaders hebt. Ja, klopt. En het is niet de situatie dat een college met voorstellen komt en dat jullie ja of... Achteraf, ja, tenzij mogen precies, zeggen. Ja, ja, of nee, maar dat lukt meestal niet, want het college heeft natuurlijk een meerderheid. Ja. Dus het wordt dual, zoals het heet. Ja, het zijn natuurlijk ook gewoon onderwerpen die we met elkaar gewoon heel belangrijk vinden. Ja. En om daar gewoon goed met elkaar te bespreken van hoe ga je het proces aanpakken. Wanneer betrek je de burger bij die onderwerpen? Ja, en het zou ook een van de gevolgen kunnen zijn dat het eigenlijk minder coalitie tegenover oppositie wordt, maar meer samen. Of proef je dat nog niet? Of dat in de praktijk dan zo uitpakt, dat weet ik niet. Maar het zijn natuurlijk wel, zowel oppositie als coalitie heeft van deze onderwerpen natuurlijk wel met elkaar besproken, dat deze onderwerpen gewoon heel belangrijk zijn voor onze gemeente. Ja. Daar zijn jullie het over eens. En, daar heeft coalitie ook uitgesproken. Hè, dat de onderwerpen die wij op de kaart zetten, die gaan boven het coalitieakkoord. Dus in principe zou dat... Het is een lastige balans, het is lastig hoor. Mm. Maar in principe moet dat wel op die manier kunnen werken. Ja. Ja, je vraagt natuurlijk nogal wat van de individuele raadsleden. Want die moeten dus... Kijk, een wethouder is die is fulltime. Die heeft er geen functie naast, zoals het heet. Maar de meeste raadsleden, die hebben inderdaad ook nog een werkzaam leven. Dan moet het er wel even bij gebeuren natuurlijk. Ja. Maar goed. Dat is de uitdaging, moet je dan maar zien. Als dat lukt, dan ben je natuurlijk wel democratischer bezig dan wanneer je alles door een soort dagelijk bestuur voor laat koken. En één keer per half jaar tijdens de vergadering ja knikt. Of exact. Het valt of staat met de samenwerking en het vertrouwen onderling. Okay. Als je samen de schouders eronder wil zetten. Het moet niet een instrument van raad tegen college worden, want dan ben je nog verder van huis. En ik denk dat dat de voorwaarde is. Dus dat er constructief samengewerkt wordt? Ja. 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 En jij bent eigenlijk van de mensen aan tafel een van de vertegenwoordigers van de coalitie. Ja. dus... Gaat het lukken, denk je? De intentie is er zeker. Uh-huh. Dat hoor je van iedereen. Ja. Maar het is natuurlijk wel een spannend iets. Ja. Daar ben ik gewoon heel duidelijk in. Het spanningsveld zit hem inderdaad van... de college heeft een focus met wat ze wil. De raad heeft een focus met wat ze wil. Je hebt thema's gekozen. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon dingen die... ouderenbeleid bijvoorbeeld, dat dan niet in het thema zit. Het komt wel steeds voorbij. Ja. Het is veel. Klopt. En de focus moet wel blijven.
hè, dat er ook echt daadwerkelijk iets van de grond komt. Uiteindelijk moet er wel geregeerd of bestuurd worden, zoals het heet. Precies, dat, ja. En ook problemen aangepakt worden. Ja. En dat zal de uitdaging zijn. Ja, en soms dan word je ook overvallen door problemen die je via van tevoren niet kon zien aankomen. Ik bedoel, ja, precies. COVID is in de afgelopen periode zoiets geweest. Ja, en dan moet je wel kunnen bewegen. Ja. Dan moet je niet star in een akkoord zitten of zo. Je moet erop kunnen anticiperen. Ja, je kunt niet alles dicht timmeren, zoals het heet. Nee. Ja. En je hebt natuurlijk ook voor een groot aantal mensen is het denk ik ook een leerproces in deze periode. Dus politieke ervaring opdoen. Ik kijk even naar jou. Ja, een statement bijna. Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar dat maakt wel, merk ik, dat je er fris in staat. We zeggen het steeds, maar dat is wel zo. Okay. En als iemand dan tegen me zegt, dan komt er weer zo'n een notitie. Ja, is vorige keer. Maar ik ben echt van plan om daar nu mee aan de bak te gaan. En ik snap dat het eerder wel eens niet gegaan is zoals het moest. Mm-hmm. Maar volgens mij, als we allemaal diezelfde open mind houden en er echt ook voor willen gaan. Ja. En die samenwerking, vertrouwen, want het zijn echt belangrijke onderwerpen. Ja. Volgens mij. Ja, want er is. Uit een onderzoek is gebleken dat er toch een heleboel mensen eigenlijk niet zo tevreden waren over de politiek of het bestuur in het algemeen. En dat betekent, dat is dus een taak ook voor de bestuurders om te proberen om dat beter te maken. Ja, en bedoel, volgens mij zijn we daar wel unaniem in. Begrijpt iedereen in de raad wel dat, waarom dat zo ontstaan is? Of in ieder geval, je kunt er niet altijd exact de vinger op leggen. Maar het is natuurlijk heel logisch dat mensen minder vertrouwen hebben met alles. Ja, dat is wat ik bedoelde, die daadkracht. Kijk, een bestuur moet ook leiderschap tonen. Ja. En mensen kunnen heel veel zelf. Maar wat je als individu in een gemeenschap niet zelf kunt oplossen, dat komt op het bordje van de politiek terecht. Dus dan moet je die belangen gaan afwegen. Mm-hmm. Maar er wordt heel veel aan burgerparticipatie gedaan. Nou ja, ik ben gewend als raadslid, als je iets wil weten, dan ga je er naartoe en dan vraag je wat is het probleem en noem maar op. Mm-hmm. En de mensen die ik spreek, buiten de politiek, die zeggen maar ik hoef me niet betrokken te worden bij de politiek. Ik wil dat problemen worden opgelost. Ik wil dat de straten schoon zijn, dat de onkruid weg is, dat ik niet tegen die verpauperde panden aankijk. Kijk, en daar zit wel een spanningsveld tussen. Ja. Van, je kunt wel blijven burgers betrekken bij de politiek, maar op een zeker moment moet je ook gewoon gehoord hebben wat er gezegd is en het oplossen. Ja. Ja, als 4 jaar lang weer geen oplossingen komen, dan daalt dat vertrouwen alleen maar veel meer. Ja, dat klopt. Dus dat is ook gewoon concreet actie, is ook belangrijk. En leiderschap tonen en problemen oplossen. Ja, en je bent natuurlijk ook volksvertegenwoordiger als raadslid. Dus de burger heeft jou gekozen om die dingen te doen, zodat ze het zelf niet allemaal hoeven. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Je kunt iedere keer zaaltjes afhuren om dan te horen wat er gezegd wordt, het is ook de verantwoordelijkheid van de raadslid om zelf de boer op te gaan, zeg maar, vanuit mijn partij. En te horen wat er aan de hand is. Ja, er zijn heel veel adviesorganen in de gemeente. Uh-huh. Je hebt de POSO van de ouderenbonden, je hebt sociaal domein, advies uit sociaal domein. Daar krijg je allemaal mails van langs. Als ik dan lees, dat is het probleem bij de ouderen, dan bewerk ik dat in mijn betoog. Ik ga er vragen over stellen. Of, het is ook eigen verantwoordelijkheid van raadsleden om informatie op te halen. Ja. En te horen dus wat er speelt. Voordat je daadwerkelijk actie onderneemt, dat je wel ook weet dat ook echt is wat speelt. En daarvoor moet je dus weer onder de mensen zijn. Ja. Niet alleen maar een advies. Hè? Die balans. Klopt. Maar alleen luisteren, daar krijg je het vertrouwen niet meer terug. Je moet het ook oplossen. Ja. Je kunt natuurlijk ook niet alles oplossen. En daar moet je denk ik ook duidelijk over zijn. Als raad, maar ook als individueel raadslid. Van bepaalde zaken is ook gewoon niet aan een gemeenteraad. Het gasdossier, om maar eens even die dingen te noemen. Ja, dat wordt niet hier in het gemeentehuis opgelost. Hoe graag we dat ook zouden willen. Nee, misschien bepaalde nuances waar je een beetje invloed op hebt. Maar Ja, de besteding van de NPG-gelden of dat soort dingen. Ja. Maar daar heb je dan nog wel enige invloed op. Maar het spel elders, dat wordt niet eens in Den Haag gespeeld. Dat wordt nog op heel andere plekken gespeeld volgens mij. Dus dat is. Als je goed weet hoe dat zit, kun je dat aan de mensen uitleggen. En dan snappen ze het vaak ook wel. Ja. Ik ben allemaal zelf tegengekomen als je duidelijk heldere uitleg hebt hoe het allemaal zit. Mm-hmm. En waarom het zus of zo beslist. Dat is niet altijd iedereen blij. Je kan niet iedereen blij maken, maar als het maar begrijpen waarom. Ja, en kijk, soms dan zijn er ook belangen conflicterend. Dus dan kun je niet het allebei naar allebei de mensen hun zin geven. Dan moet je toch kiezen voor datgene wat het beste is in zo'n situatie. Ja, soms net ook aan. Je moet het wel goed kunnen uitleggen. Ja. En dat helpt denk ik wel aan het vertrouwen in de politiek. Oké, dus dat is iets wat over 4 jaar beter moet zijn in elk geval. Dan
bij de vorige verkiezingen was. Iets heel anders. Wanneer wordt het niet eens een keer tijd voor een vrouwelijke premier in dit land? Anneke. Ja hoor. Ja, zeker. Oké. Okay. Ik heb wel een kandidaat. Oké, nou, roepers. Caroline van der Plas. Die staat goed in de peilingen, dus... Ze spreekt theoretisch ook, gezien zou dat kunnen. Ze spreekt ook wel de taal van de mensen, dus... Dat... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ja, ja, nee. je ziet ook bij de boer-burgerbeweging, het is natuurlijk ontstaan vanuit de boeren, maar dat zich steeds meer burgers aansluiten. Mm-hmm. Gewoon heldere taal, problemen benoemen en niet de wollige managementtaal en in de doofpot stoppen en dat soort dingen. Dat spreekt mensen aan. Ja. Ik denk dat onze premier best soms uit kan leggen. Nou ja, heldere taal, maar daar kun je wat van vinden. Maar ik denk dat het vooral oprecht moet zijn en niet alles wegmoffelen of verwijderen. En wat je zegt, dat hebben mensen heel goed door. Heb je er geen verstand van? Ja. Heb je geen verstand van stikstof? Je kunt niet alles van de toeslagen of belastingen? Je weet heel goed dat het niet klopt. He, van... Nou, we hebben de toeslagencrisis gehad, de aardbevingen, klimaatcrisis, nu weer de stikstof. En mensen kijken dan en die denken, ja, dit klopt helemaal niet. Nee. En dan komt er iemand die gewoon helder uitlegt hoe het zit. Ja, dan voelen mensen zich gehoord. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, en ook dat zou een verfrissend geluid... Ja, Caroline is niet de enige hoor. Er zijn wel meer politici die gewoon hele heldere taal spreken. Maar ik denk dat er wel een beetje een... cultuurtje is ontstaan van oude jongens krentenbrood en we houden de boel onder de pet. En daar trappen mensen niet meer in. Ja, nee, dus in dat opzicht ben ik ook eerlijk, hoe leuk ik het ook zou vinden als er een keer een vrouw zit, daar gaat het niet om, daar ben ik ook wel voor. Maar het moet nog steeds wel die kwaliteit hebben, hè, dat open stukje. De capaciteiten zijn het belangrijkste dan het feit dat het een vrouw is. En in dat opzicht denk ik dat het gewoon überhaupt tijd is dat we dan. Ja. Zonder het politiek te maken, welke partij dat ook is. Maar het is natuurlijk... Het moet wel zo zijn dat er in dit land met zoveel mensen toch wel minstens één capabele vrouw te vinden is. Natuurlijk. Ja, waarschijnlijk meer. Ja, absoluut. Ja. Ja, je moet ze ook willen zien. Ja. Nou ja, en we zijn ook wel eens wat te bescheiden hoor. Dat vind ik nog steeds wel. Dat vrouwen wel gouden neiging hebben om te denken. En politiek is toch op heel veel een haatjescultuur. Ja. Toch nog. Ja. Dus degene met de grootste mond die wordt het beste gehoord op de een of andere rare manier. En vaak hebben, dan ga ik weer generaliseren, ik krijg thuis op mijn kop als ik dit zeg, maar vaak hebben mannen toch daar minder moeite mee om zichzelf even goed te profileren en een praatje te houden van waar je denkt, wat zegt hij nou? Maar goed, dat helpt hen dan en dan komen we op. En zo zitten wij toch minder in elkaar. Het is ook echt iets nuttigs vertellen en niet gewoon bla bla. Ja. En ik denk dat mannen dat daar... Nou, inderdaad vaak makkelijker in zijn. Ja, precies. Het woord beter is niet zo van toepassing in deze zin natuurlijk. Nee, maar het is net zoiets als dat over het algemeen, als een man en een vrouw dezelfde baan hebben, dan wordt de man doorgaans beter betaald dan de vrouw, wat natuurlijk belachelijk is. Het werk is hetzelfde, dus dan moet de beloning ook hetzelfde zijn. Ja, ja. En beroepen waar veel vrouwen in werken, die gewoon lager betaald worden dan waar veel mannen in werken. Ja. Ja, nou duid je bijvoorbeeld op de zorg en op het onderwijs, omdat het twee van de sectoren waar het heftig is te noemen. Ja, ja. Ja, want in het onderwijs zouden we heel graag meer mannen willen hebben, maar ook op de opleiding valt dat nog niet mee. Nee, maar ik denk dat ook, dat is een gevolg van een jarenlange keuze eigenlijk die gemaakt is, dat het toch een beetje een vrouwenberoep werd. Ja, kennelijk. Ja. Dat is wel doodzonde. Klopt. Ja, vooral in wat hogere groepen, ook in de maar daar hebben mannen toch wat toe te voegen voor veel jongens die zich dan ook herkend zien. En, Kinderen hebben een rolmodel nodig. Ja, dat is heel duidelijk inderdaad. Ja. Afgesloten zou mooi zijn, maar goed. Wanneer is deze raadsperiode geslaagd voor jullie? Hoi, ik moet heel eerlijk zeggen, ik niet het gevoel heb dat je ooit heel tevreden zomaar terugkijkt. Of wel, dat je denkt van... er is altijd wel weer een kanttekening. Maar, ja. Nee, in ieder geval gewoon het verschil kunnen maken voor burgers. Ja. En ik bedoel, heel veel is natuurlijk gewoon het uitvoeren van landelijk beleid. Mm-hmm. Dat je daar toch het verschil in kan maken richting burgers. Dat je het allemaal net wat makkelijker maakt. Of gewoon dat mensen een beter leven krijgen in ons gemeente. Ja, dat ze tevreden. Dat de tevredenheid onder de burgers en het vertrouwen weer wat meer terug is. Dat mensen zeggen, er is echt iets veranderd. Kijk. En dat de opkomst ook hoger wordt bij de verkiezingen. Daar kun je dat natuurlijk heel goed aan meten. Ja,
En dat mensen zich zeggen van nou, ja, mijn wijk is er mooier op geworden. En ik voel me gelukkiger of ik ben beter geholpen. Gewoon dat de mens, onze inwoners, het gevoel hebben dat wij er meer zijn geweest deze 4 jaar dan voorgaande periode. Dat zou voor mij een heel mooi streven zijn. Dat de overheid dienstbaar is aan de burger. Ja, precies. Ja, de overheid is er voor de inwoners en niet andersom. Dit lijkt me een heel mooi moment om mee af te sluiten. Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek en heel veel succes wensen in de komende periode.